ze zouden 6 weken hier blijven en het is 13,5 week geworden. Super! Vandaag in Gouden Tijden horen we het bijzondere verhaal van Marijke Harts en haar 2 tijgertjes. We zien hoe de beeld er in de jaren 30 uitzag, gaan sporten met de kajotters in Vinkeveen en maken een tochtje door het Utrecht van de jaren 60. Maar we beginnen in de meren met een vette hap. In de meren staat vanaf 1960 de krokettenfabriek AJ Spek. Per dag worden zo'n 64.000 kroketten gemaakt. In de fabriek worden niet alleen kroketten gemaakt, maar ook bitterballen, nasiballen, frietjes en lumpia's. Vooral die lumpia's zijn bijzonder in die tijd. AJ Spek is de eerste fabriek in Nederland die lumpia's fabrieksmatig produceert. Het idee komt van militairen die in Indonesië zijn geweest. Zij vragen ernaar. Eigenaar Spek kijkt bij een Chinees restaurant de kunst af. We gaan naar de beeld in de jaren 30. U ziet een promotiefilm van de plaatselijke VVV uit die tijd. De beeld is ook dan al landelijk bekend vanwege het KNMI. De weg die Utrecht en de beeld verbindt is een stuk drukker geworden. En de tram is inmiddels verdwenen. In de jaren 30 is de beeld een geliefde pleisterplaats waar je een gezellig weekend of een vakantie kunt doorbrengen. Het dorp heeft verschillende hotels en pensions. Maar het is natuurlijk ook een fijne plek om te wonen. De familie Waller komt in de zomer van 1936 de beeld verkennen. Ze komen uit Batavia en denken erover om naar onze regio te verhuizen. De omgeving van de beeld biedt genoeg vertier voor jong en oud. Natuurbad De Beeldse Duinen is dan pas een paar jaar oud. Het is aangelegd in het kader van de werkverschaffing om werklozen in de crisisjaren een nuttige tijdsbesteding te geven. Het is dan het grootste en modernste natuurbad van Nederland, met een ongekende luxe. Er zijn 300 kleedkamers en per dag kunnen 10.000 mensen tegelijk op het terrein van het mooie weer genieten. De Dorpstraat, vanoud Steenstraat, is een van de oudste bestrate wegen van Nederland. Daar is het oude gemeentehuis annex postkantoor te vinden en het politiebureau. Het gemeentehuis van De Beeld staat aan de Soestdijkseweg, net als in de jaren 30. Toen werd er ook al volop getrouwd in de statige villa Jachtlust. Terug naar de familie Waller. De Beeld bevalt mevrouw zeer goed. Ze heeft nieuwe vrienden gemaakt en het liefst zou ze in Beeldhoven of De Beeld gaan wonen. Het jonge gezin ziet het dorp dus wel zitten. De beeld heeft verschillende winkels, scholen en kerken. En de grote stad Utrecht op steenworp afstand. De familie Waller besluit om de stap te wagen. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Thank you.
dit geluid, hè? Ik kan ook niet. Dit geluid, kun je nagaan hoe je bouffiers daarop reageren als dat binnenkomt in een doos. En Danielle wil even het behang eraf gaan trekken. Leuk, hè? Het is 1979. Marijke Harts woont samen met haar man en twee kinderen in Soest. Ze zijn een heel normaal doorsnee gezin. Marijke zorgt voor de kinderen en haar man Don werkt op de markt. Tot die zaterdagochtend, als Marijke een oproep van Dierenpark Amersfoort op de radio hoort. Er wordt een zogende hond gevraagd, want er zijn tijgerwelpjes geboren, maar de moedertijger die doet daar niks mee. En toen heb ik heel brutaal gebeld naar het Dierenpark Amersfoort. Ik had twee bouffiers, waarvan één schijndrachtig. En gebeld van, nou, ik heb twee bouffiers. Hebben jullie er wat aan? Nou, dat wist hij niet, Mario Hoedemaker. Die zei van, we gaan de dierenarts bellen en we gaan dat eens vragen. En hij belde terug en hij zei, dat komt hartstikke goed uit waarschijnlijk. Kunnen wij bij u langskomen? Dus nou ja, ik kreeg er helemaal... Daar werd je meteen helemaal nerveus van. Dus ik heb mijn moeder gebeld en gezegd van... Mam, je wilt het niet geloven, maar er komen tijgertjes. Nou ja, Marijke, doe niet zo gek. Jij hebt altijd wat anders. Nee, mam, echt waar, er komen tijgertjes. Maar Don, die werkt op de markt. En die kan ik niet bereiken, want er waren geen telefoons. En om een uur of vier werd er aangebeld. En ja, daar waren ze. In een doos, twee tijgertjes voor de deur. En die honden van mij, nou, die stonden hier zo raar, want het gilde natuurlijk heel erg, die welpjes. Ja, wat nu? Ja, nou, u moet het doen. Wat denkt u? Ik zei, ja, ik weet het ook niet. Het was best wel eng, hè? Je moet van die schreeuwende beestjes voor je hond neerzetten. Maar goed, ik zet die doos op de grond en Alfa erbij. En ja, super. Die was meteen helemaal gek ervan. Dus we hebben ze uit de doos gehaald, we hebben ze in de werpkist gelegd. En Alfa erbij en... Nou ja, zo is het gegaan. Don komt eind van de middag thuis en staat hier nog de dierentuinauto. Het was hier één gekkenhuis en Don, ja, die wist dus niks. En die zegt, wat is hier in godsnaam? Nou ja, tijgertjes, Don. Nou, kinderen natuurlijk, ja. Prachtig, prachtig, prachtig. Erik heeft die avond geen eten gehad. Als baby van 3,5 maand. Want het was hier zo gek huis. Ik ben het hele jong vergeten. Het was een hartstikke lieve baby. Ja. Welk kind maakt dit mee? Nou ja, ze zouden 6 weken hier blijven en het is 13,5 week geworden. Super. Super. De hele buurt werden we uitgenodigd, als we maar de tijgertjes meenamen. En we hebben iedere avond hier het huis vol gehad met allemaal mensen die dachten ons te kennen. Zo leuk. Ja, dus ja, het is gewoon een enige tijd geweest. De tijgerwelpjes Don en Tusha worden liefdevol opgevangen. Maar na bijna 14 weken is het logeerpartijtje afgelopen en moeten ze weer naar huis. Tusha is jammer genoeg, maar toen had ik ze natuurlijk niet meer. Maar Tusha is overleden, dat ze 7 maanden was. En Don die heeft tot 9 maanden daar gelopen. En ik ging dus gewoon regelmatig nog met de honden naar Don toe. En dan haalde Mario hem uit de kooi. En dan gingen we op het landje daar. En dan spelen die Don dan met die twee bouffiers. Dat was prachtig. En daar komt Mario met Don aan de riem. Prachtig. Als tijger Don 9 maanden is, krijgt Marijke een telefoontje van dierenverzorger Mario Hoedemaker. Don gaat verhuizen naar de andere kant van de wereld, naar Mexico. Je weet natuurlijk, je moet afscheid nemen. Nou, hard gelach hoor. Ja. Ja. Maar goed, kijk, ik zie het niet uit.
Ja, maar het was gewoon prachtig. Ja, dan gaat je hart er wel van open weer, hoor. Als je dit zo ziet. Ja, want ik loop gewoon met een tijger aan de riem. Dus het is ook niet normaal, hoor, als je het eigenlijk goed bedenkt. Toch? Ja, super. Dit zijn de Kajotters tijdens een sportdag in 1955 op het voormalige Hertha-veld langs de Provinciale Weg in Vinkeveen. Op het programma staan onder andere zaklopen, touwtrekken, hardlopen en volleybal. De Kajotters zijn leden van de Katholieke Arbeidersjeugd, de KAJ. Dat is een jeugdbeweging die zich richt op jongeren uit de werkende klasse. De KAJ is er niet alleen voor ontspanning en geloof, maar zet zich ook in voor meer politieke zaken, zoals hogere jeugdlonen. De beweging wordt uiteindelijk begin jaren 80 opgeheven. Uniek beeld uit een lang vergeten filmblik. We maken een tochtje door de binnenstad van Utrecht in de jaren 60. Nu ligt het gebied rond de Catharijnensingel open, om onder andere het water weer terug te brengen in de singels. Daarmee komt er ook minder ruimte voor de auto. Dat was in de jaren 60 wel anders. Toen kreeg de auto juist ruim baan. We rijden op het Smakkelaarsveld, toen een drukke verkeersader naast het Centraal Station. Tot de bouw van Hoog Catharijnen in de jaren 70 was hier een rotonde. Tegenwoordig rijden er vooral bussen en taxis af en aan. Rechts het nieuwe Tivoli Vredenburg. Het lijkt misschien gewoon een gezellig autoritje, maar de beelden zijn niet gebruikte fragmenten uit een film om de bouw van Hoog Catharijnen te promoten. De bestuurder kan geen parkeerplek vinden in de drukke binnenstad. En als Hoog Catharijnen er komt, is dat probleem opgelost. De bestuurder rijdt nu op het Vredenburg. Dit parkeerterrein bestaat niet meer. Het filmpje heeft ook als doel om de chaotische verkeerssituatie in de binnenstad vast te leggen. Nu zoekt hij een parkeerplek bij de Dom. Tegenwoordig onvoorstelbaar. Een parkeerterrein op zo'n belangrijk historisch en toeristisch plein. Maar ook hier heeft de bestuurder geen succes. Dan maar naar het Janskerkhof. Dat is in al die jaren niet zoveel veranderd. Daar kun je ook nu nog, met heel veel geluk, de auto kwijt. Waar de bestuurder uiteindelijk heeft geparkeerd, wordt niet getoond in het filmpje. Wie weet rijdt hij na meer dan 50 jaar nog steeds rond in zijn snoek in de Utrechtse binnenstad. Op zoek naar een parkeerplaats. Volgende week socialistisch vakantievieren in het Vlamkamp in Leersum. Daar heerste de geest van, nu zal het goed komen. Nou nooit meer oorlog. We zijn in Veenendaal en op de kermis in Vinkeveen. Ook bezoeken we bakkers in de regio en zien we hoe Rens Wouden eruit zag in 1968. In Gouden Tijden.